Ik denk niet eens dat dat de grootste last is. De papierwinkel van de overheid, dat is de grootste last. Aha, vertel. Nou, je, hebt, je, hebt, uh, je, hebt, ja, je hebt iets als Know Your Client. Dus iedere boeking die ze doen, moet alles openbaar worden gemaakt. Moet alles gedeponeerd worden bij de bank. Ze hebben bijna een jurist nodig, kunnen ze niet betalen. En ze zijn, worden werkelijk plat gewalst met alle regels die er zijn binnen de EEG... binnen Nederland, die een klein bedrijf aan moet voldoen. Denk maar eens aan alle milieueisen en wat dan ook. Het is ook makkelijk om te verzinnen. En daar staat dan die eenling. Die heeft een enorme technische know-how. Daarom is die het bedrijf begonnen. Of het kunnen ook andere dingen zijn. En die moet ook al deze vragen beantwoorden. En dat is A, buitengewoon kostbaar. Daar heeft hij het geld niet voor... Tijdrovend en voor hem een groot probleem. En wat ik iedere keer weer merk bij deze kleine ondernemingen... Dat ze, dat ze eigenlijk zeggen, ik stop er maar mee. En dat zou natuurlijk heel slecht zijn. Ik stop er maar mee, want ik kan niet tegen die papierwinkel... die ik aan moet, moet voldoen. Okay, dus